nieuwe video. Vandaag ga ik al mijn beauty producten of make-up. In ieder geval mijn make-up stash. Ja, make-up stash. Beter. In ieder geval, ik ga dat allemaal uitzoeken. Ik word namelijk helemaal gek. Black Friday is geweest, dus ik heb best wel wat ingekocht. Nou ja, PR pakketjes krijg je wel eens binnen. Zelf koop je dingen. Ik heb gauw nog kerstcadeaus en zo. En dobbelspel. Dus dan komen er ook nog allemaal dingen. Dus ik dacht, ik moet nu gewoon voor het nieuwe jaar alles even uitzoeken. Alles een plekje geven. Want nu staat het echt overal nergens. Dus vandaag ga ik dat uitzoeken. Ben jij benieuwd? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laten we maar gewoon snel beginnen. Want ik kan niet wachten. Oké, okay, are you ready guys? Ik zal eens even een tour doen door mijn beauty stash. Als allereerst wil ik dit sowieso aanpakken. Want kijk, je ziet in het spiegelbeeld heel lelijk deze achterkant. En dit vind ik gewoon lelijk. Laat ik nou net nog zo'n marmer velletje hebben. Zo'n folie wat je gewoon kan knippen en zo. En dat kun je dan hier opplakken. Dus ik dacht, ik ga dit een keer even de goede formaat uittekenen en zo. Op dat marmer. En dat plak ik dan hier op. Zodat dat een beetje mooi is. Nou ja, en dit is gewoon helemaal lelijk. Ik vind het echt, ik kan hier echt niet tegen. Nou ja, ik ben ook net een weekend weg geweest. Dus make-up, vieze, gore make-up tas. En de pil hoort hier sowieso al niet. Dit is wat ik met de kruidvat met Black Friday heb geshopt. Nog niet eens alles. Nou ja, die kerstboom ga ik gewoon wegdoen. Het heeft helemaal geen meerwaarde. Het zorgt alleen maar voor, ja, troep hier. En al mijn kwasten en dit en ja, dit. Ik word hier heel chaotisch van. Dan hebben we de laadjes. Dit hoort mijn alledaagse make-up stash te zijn. En hierachter zit ook nog allemaal dingen. Dus dat werkt ook niet echt. Ik gebruik ook echt niet 4 miljoen highlighters op een dag. Dus dit klopt dan niet. Dan heb ik hier overige make-up. En oogschaduws. Hier heb ik nog meer overige make-up. Wat ik echt totaal niet gebruik. Dus dat kan eigenlijk weg. En hier al mijn nagelproducten. Maar ik wil eigenlijk van deze bak al mijn voorraadbak maken. Want ik heb gewoon zoveel voorraad en backups dat ik dat eigenlijk hier wil doen. Maar daar gaan we straks allemaal even naar kijken. Dit is trouwens een Alex kast. Die komt van de IKEA. En de organize bakjes hierin zijn bestekladers. Die komen ook van de IKEA. Waren eigenlijk net te groot. Heb ik een stukje vanaf moeten knippen. Maar dan past het ook perfect. Dan gaan we naar de andere kant. Hier heb ik geen Alex kast. Maar wel een kastje van de IKEA. Is niet echt heel mooi als je het zo bekijkt, maar even groot zijn ze, even lang. Dus het kan gewoon prima en ik had deze al. Hier heb ik namelijk, nou daar gaan we al, een bakje met troep. Hier heb ik mijn dagcremes en crèmes en gedoe. Hier mijn maskers, maar dat past hier eigenlijk al niet meer in. Dus dit wil ik hier uithalen, want ja, de helft zit ook onder en ja, de helft past er niet in. Hieronder heb ik, zoals ik zei, nog maskers en nog wat gezichtsreiniging. En daaronder ook echt troep. Dus dit gaan we uitzoeken. Dan heb ik hier ook nog, sorry voor de lamp in de hoek, ook nog producten. En hier zitten vooral doucheproducten en zo. Body lotions. En hier heb ik ook nog heel veel product. En ook heel veel backups. En ja, reserves en backups. En gewoon dingen wat ik dubbel heb. Dus dat wil ik dus allemaal in die onderste bak gaan doen. Dus laten we dit allemaal gaan uitpakken. Wat mij dus heel erg slim lijkt, dit is mijn bed, is om hier alle producten neer te leggen die ik wil houden. Hier alle backups. En hier alles wat weg kan. Dus dan heb je 3 stapels. En dan wil ik alles hier neerleggen. En dan pas gaan we het opnieuw indelen. Dus dat is de plan van aanpak. Oké, dit zijn alleen nog maar echt de verzorgingsproducten. Maar ik zit even goed na te denken. Want bijvoorbeeld dit soort dingen, die kleine zwitsers en zo, ik gebruik dat niet. En zo'n kleine facial scrub van Rituals, van die hotel dingen. Ja, dus ik weet nou niet wat ik hier eigenlijk mee moet. Net zoals dat ik heel veel aangebroken body lotions heb. Ja, hoort het dan bij backup? Nee, het is eigenlijk al wel gebruikt. Dus ik hou het wel als ik het gebruik. Maar goed, die kleine reisdingen, misschien moet ik daar iets apart voor bedenken. Zo van, als ik op vakantie ga, kan ik dit meenemen. Stel dat ik daar een apart bakje van maak van reisproducten. Nou ja, en de backups van dit is ook al echt vet gigantisch groot. En dit gaat er nu nog maar weg. Deze lotion of deze olie van Rituals
Want ik gebruik het niet, maar dit ga ik dan gewoon weggeven aan mijn moeder of iemand. Oma of zo, die vindt het heerlijk. En dit is zo'n droog shampoo lookalike, maar dan poederachtig spul. Ik vind het niet fijn meer. Dus ja, en door. Juist, dit is eigenlijk een beetje wat de schade is. Nou heb ik de maskers nog in het laadje zelf zitten, want dat gebruik je of dat gebruik je niet. Dat is niet zo van, nou dat hou ik en dat doe ik in backup. Dus dat heb ik niet en dat past dan eigenlijk ook niet. Dit kan allemaal weg. Dus dit gaat allemaal weg. Hierin zitten echt action blushes, vooral action en goedkope Primark blushes. Ik vind ze toch niet zo fijn. Heel veel mascara's die ik net nieuw heb gekregen, dus nog in verpakking. Maar dat zijn gewoon niet de fijne mascara's voor mijn wimpers. Blushjes van NY. Wat is het eigenlijk? Maybelline. Oh, Maybelline. Blush en bronzer. Ja, vieze concealer. Half penseeltje voor je mondje. Ik kom even niet op het woord. Veel te klein, kan wel weg. Nou ja, en nog meer mascara, eyeliners en een oude beauty blender, foundations die half op zijn. Nou ja, dit kan weg. Alles wat hier los ligt, hou ik. En dat ziet er natuurlijk ook mega veel uit. Nou heb ik ook heel veel producten, maar ik doe best wel nog wel veel weg. En mocht ik straks nog iets tegenkomen waarvan ik denk, nou dat doe ik weg, want dat gebruik ik niet, dan doe ik dat ook zeker nog weg. Maar goed, dat is dit. En dit is al mijn backup, dat is ook echt veel. Heel veel vooral dagcremes en bodylotions, haarproducten, noem het allemaal maar op. Ja, en dit is een grote bak. Oh ja, trouwens ook nog deze. Ik wil eerst mijn oude opmaken, die van de groene van Rituals. Die zit hier ook nog wel ergens bij, zo'n grote. Maar goed, allemaal dingen en dagcremes, bodylotions, haarproducten, haarmaskers. Dat zijn backups en dat wil ik dus eigenlijk in dat laadje daar doen. Dus laten we het allemaal opnieuw gaan indelen. Dit is nu de schade. Dit is allemaal leeg en dit ga ik nu even allemaal schoonmaken met een doekje, want het is echt ranzig. En dit is wat over is en wat ik overhoud op mijn Makeup Vanity en dat hou ik ook zeker, want dit gebruik ik gewoon. Nou moet ik zeggen dat echt net mijn watjes op zijn. Die heb ik normaal in dit ding. Maar goed, dat is op. Dus we gaan het schoonmaken en opnieuw indelen.
Goed, dit is de schade van dit moment. Dit kan weggegooid worden, want dit heb ik leeggemaakt. Hier zaten maskers en testers in. Dit ga ik ergens anders doen. Dit ga ik weggooien. Deze is geknapt of zo. Ik gebruik het toch niet. Dit leg ik gewoon even hierbij. En verder, nou ja, deze krultang ga ik zo naar de badkamer doen. Dus die gaat dan weg. Dit is trouwens nog make-up. Die hoort hier. En dan is dit ook helemaal leeg. Dus dan ga ik dat nu zo indelen. De laadjes zijn allemaal ingedeeld. En deze kant ook. Ik moet alleen nog bedenken wat ik hierin wil doen. Dat weet ik nog niet. En ik heb één struggle en dat is dit. Hierin heb ik mijn nagellak. En die zat in die onderste. Maar deze bakken, die passen niet in die. Dus ja, ik denk dat ik waar ik net een leeg vak heb, daar mijn nagellak in ga doen. En dan heb ik één zo'n bak over. Lang verhaal kort. Ik ga dit nu verder indelen. En dan is het tijd om de rest van mijn overige verzorgingsproducten hierop te doen. En dan zijn we alweer klaar. Zo, en dit is ook klaar. Hier heb ik eigenlijk van alles en nog wat. Vooral de body lotions en de van Rituals en zo. Ja, en daar heb ik lampjes. Kun je niet zien omdat ik nu mijn ringlamp aan heb. Hierboven heb ik de plank met producten wat ik nu gebruik. Hier parfum. Dat past niet meer bij mijn parfumstash. Deo. Dit zijn de body butters. Scrub en zo. Body lotion. En dan hier de haarproducten. Dus dat is wat ik hier op deze plank heb en dus nu altijd gebruik. En dan is dit nu mijn beauty stash. Ik heb hier mijn prullenbakje. Normaal hier mijn watjes en mijn spiegel. Hier heb ik mijn kwasten. Een placement omdat het anders heel vies wordt. En een mandje met mijn verzorging voor mijn huid. Wat ik best wel vaak gebruik. Dan neem ik het gewoon mee naar de badkamer. En dan ga ik mijn huid reinigen. Vooral heel erg veel van Glam Glow. Omdat ik daar echt fan van ben. En Clinique. En dan nu de laadjes. Wil jij weten wat hier allemaal in zit? Laat me even weten. Dan maak ik daar een aparte video van. Wat er allemaal in mijn make-up stash zit. Maar dit zijn de laadjes geworden. Het is allemaal weer helemaal opgeruimd. Staat netjes. Dit is dus de backup laag geworden. Met hier dan allemaal dagcremes en zo. En dan daarachter de body lotions en hier de haarproducten. En aan deze kant ook, dit is mijn dagelijkse verzorging producten. En nog veel meer zit hier allemaal in. Nagellak. En nog meer. Dus dit is eigenlijk het geworden, het eindresultaat. Doe even een duimpje omhoog als jij nog een make-up stash video wil zien. Of een tour van mijn make-up. Dan ga ik dat apart een keer filmen. Dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Nogmaals, ben jij benieuwd naar een tour door mijn make-up stash? En ben jij gewoon benieuwd welke make-up ik allemaal heb? Doe even een duimpje omhoog of laat het weten in de comments. Dan weet ik dat en ga ik die video apart opnemen. Want ik denk dat deze video anders vet lang wordt. Ik heb het gevoel dat die namelijk al best wel lang is geworden. Dus duimpje omhoog voor een aparte make-up stash tour. En dan ga ik dat maken. Nou, ik heb er helemaal warm van. Het is ook al 6 uur. Dus ik ga snel eten zo. Heel erg bedankt voor het kijken. En abonneer je op mijn kanaal als jij de video's niet wil missen. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei!